Ik heb te veel in mijn hoofd en dat, waar ga ik dat kanaliseren? Waar ga ik het vertellen? Nou, uiteindelijk gisteravond, 20:15, een beetje moe op de bank. Ik denk, nee, Adi, je moet toch wat op papier gaan zetten. Ga ik naar boven op de computer, zit ik op de computer. 1,5 uur later heb ik 10 kantjes eruit geschreven, tikken, tikken, tik, wat ik allemaal kan en zou willen gaan vertellen. Lees ik het na, denk ik, nee, dat is onsamenhangend, dat is veel te veel. Daar heb je helemaal niets aan. Je moet het gaan beperken tot datgene waar het thema om gaat. Wat is leren en het welbevinden van het kind? Als ik aan volwassenen vraag wat is leren, dan denken ze aan een breuk gedeeld door een breuk. Of ze denken aan het kofschip en werkwoordspelling. Ze denken vaak aan dingen die ze moeite kosten en waar ze de zin misschien niet zo van inzagen. En op die momenten dat zij over leren spreken, gaat het over een situatie dat ze zich niet wel bevonden. Dus op die leerlijn voel je je goed. Je bent betrokken bij je werk, want datgene wat je doet is datgene wat jij wil. Dus je bent betrokken op de leerlijn, je voelt je goed op die leerlijn, je werkt op je eigen niveau op die leerlijn. Op die leerlijn doe je ook zelfvertrouwen op. Oh, hey, ik kan het al, dat kon ik nog niet, nu kan ik het wel. Zelfontwikkelingsonderwijs is dat we uitgaan dat een kind van nature leergierig is, ontwikkelingsgericht. Een mens wil zich ontwikkelen, dus wat je moet doen, zul je het zelf moeten doen. In het reguliere onderwijs en de inspectie spreekt ook wel over het aanbrengen van kennis, dan krijg ik mijn kriebels. Het grote verschil is dat wij uitgaan dat een mens zichzelf moet ontwikkelen en een kind dus ook. En dat je niet vanuit het aanbod een kind laat ontwikkelen. Je moet natuurlijk wel een omgeving hebben waarin aanbod is, maar dat je uit moet gaan vanuit de vragen van het kind. Mijn zonen hebben bedacht dat ze het Sailing for Education wilden gaan noemen. En hun vader heeft het logo erbij gemaakt. En welkom aan boord is wat ze zeggen tegen iedereen eigenlijk die of bij hen fysiek aan boord komt of op een andere manier bij hun aan boord komt. En dat kan via de Facebook, via de website. Hugo en Henrike, ze noemen dat dan dyslectisch. En die hebben een dyslexieverklaring. En om te kunnen laten zien wat ze kunnen, hadden ze het nodig op de middelbare school dat ze een deel van de proefwerken mondeling mochten maken. Als ze het mondeling mogen maken, halen ze dikke voldoendes. Maar moeten ze het opschrijven, dan gaat het net even te traag. Of ze kunnen de woorden net niet goed genoeg opschrijven en halen ze onvoldoendes. En de school wilde niet langer mondeling de toetsen afnemen. Dat er zoveel kinderen thuis zitten, ik vind dat echt heftig. En ik vind ook dat veel meer mensen dat moeten weten. En daar moeten we met z'n allen verantwoordelijkheid voor nemen om daar iets aan te doen. De school heeft ze verwijderd tegen de wet in, maar dat kan allemaal in Nederland. En vanaf daar kom je in een heel raar wereldje terecht. Ik kreeg ze op geen enkele andere school meer ingeschreven. Ik heb bijna alle scholen in de omgeving gehad. En ieder niveau hebben we geprobeerd, maar het niveau is niet het probleem, maar de ondersteuning die ze nodig hebben. En blijkbaar mogen scholen in Nederland weigeren. En vervolgens word je als ouder verantwoordelijk gehouden. Deze jongens zijn voor mij een ultiem voorbeeld dat ze niet passen in het traditionele systeem. En dat je het systeem anders zou kunnen maken, zodat die jongens aan de ene kant op hun denk- en hun werkniveau aan de gang kunnen gaan. En tegelijkertijd ook de vorderingen kunnen maken, ondanks hun handicap. Ik vind het echt schokkend om te horen hoeveel kinderen er thuis zitten. Omdat die aan de bovenkant of aan de onderkant dus buiten de boot vallen. Voor die kinderen wordt natuurlijk geprobeerd om er wat aan te doen. Maar zoals ik het heb gehoord en heb begrepen, is het heel erg moeilijk. En die kinderen die zijn de dupe en die zitten thuis. Ik denk dat zelfontwikkelingsonderwijs geschikt is voor alle leerlingen. Alleen niet voor alle ouders. Ik bedoel, als je kiest voor zelfontwikkelingsonderwijs als ouder, dan moet je wel vertrouwen hebben in de natuurlijke leergierigheid van het kind. Je moet het kind bepaalde vrijheden durven geven waarin het kan ontdekken welke passie of welke talenten of mogelijkheden het heeft. En ik kwam tot de optelsom dat er minimaal 14.000 kinderen in Nederland ongewild thuis zitten. Dat hebben we doorgebracht naar iemand in de Tweede Kamer. Naar een aantal. Uiteindelijk heeft daar een Kamerlid van de PvdA, Selik, heeft daar op Kamervragen gesteld. En het getal waarmee de minister dus terugkwam was deze bewuste 16.641 kinderen. En hoe dat te veranderen is lijkt me niet zo ingewikkeld, want ik denk als we zouden durven om bijvoorbeeld vanuit de hoek
zoals ik het wel eens bekijk, we schaffen de toetsen af. We laten kinderen tot en met 15, 16 jaar op dezelfde school zitten. Daar vandaan ga je een vervolgschool starten. Dan valt er helemaal druk weg bij de ouders, druk bij de leerkrachten, druk bij de kinderen. En dan denk ik dat kinderen beter gaan presteren. Ik bleef ontzettend met hun mee. Ze proberen echt een manier van onderwijs neer te zetten wat vanuit het hart is en wat goed is voor kinderen. En het is heel moeilijk om te zien hoe zulke mensen belemmerd worden in hun idealen. Eigenlijk zou elk kind individueel onderwijs mogen hebben. We weten hoeveel kinderen er thuis zitten. We weten leerkrachten, docenten, ouders, leerlingen zijn met elkaar verbonden via dit netwerk en vertellen eigenlijk voortdurend deze verhalen. Dus in die zin is het een grote bron van herkenning en heerlijk om te weten dat we dus niet alleen staan. Ja, waarom? Dit is heel duidelijk. We zitten al jaren hebben we het over een crisis. Ik durf niet eens meer te spreken van een crisis. Iedereen heeft het, als we het over crisis hebben, over economische crisis. Maar ik denk er is een grondstoffencrisis en is er een energiecrisis. En misschien is er wel een spirituele crisis. Er is eigenlijk, denk ik, een nieuwe werkelijkheid in de wereld. En als je het onderwijs die nieuwe werkelijkheid vraagt om mensen die zich kunnen passen in die werkelijkheid. Die zelf kunnen bepalen wat goed voor hen is en wat voor hun omgeving is. Dat er een ander type mens nodig is dan nu opgeleid wordt. Vanuit het traditionele systeem.